En ik heb je gezegd, je hebt dus landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee, ICT, zorg, je hebt zoveel. Hey, mijn naam is Van der Holwijn en vandaag sta ik in Almere voor Defensie. Wat mensen vaak denken is dat Defensie alleen draait om oorlog en schieten, maar Defensie is natuurlijk veel meer dan dat. En dat gaan we vandaag even checken bij de mensen in Almere. Let's go. Stel, je werkt bij Defensie. Welke functie zou dat dan zijn? Ik denk in het veld. Oeh, lastige vraag. De luchtmacht, dat lijkt me het vetst. Snelheid is het leukste en F-16's gaan het hard. Dus ik denk in een stukje in een F-16 lijkt me best lachen. En dan ook nog voor je land opkomen natuurlijk als Defensie. Dat lijkt me het leukste. Ik zou me het liefst bij de marechaussee willen aansluiten. Ik denk eerder iets richting de ICT dan. Het is wel meteen een uitgesproken antwoord. Het lijkt alsof je hier eerder over hebt nagedacht. Je wist het meteen. Of is dit gewoon iets wat je nu bedenkt? Of? Nou ja, je zag altijd die YouTube-advertenties, zag je er ook over staan. En ik heb een vriend van me, die zit ook bij de marechaussee en op Schiphol. En hij zegt in principe ook van ja, er is altijd actie, geen één dag is hetzelfde. Dus. Ik denk dat dat ook wel heel veel talentvolle mensen aantrekt. Waardoor je ook wel, stel je zou ICT gaan doen, dat je echt in een team met goede mensen zou komen te werken bij Defensie. Dus dat lijkt me wel leuk dan. Is dat ook iets wat je echt misschien zou kunnen gaan doen? Of heb je, misschien doe je nu iets heel anders? Ja, ik zit nu in de online marketing. Ze kunnen me altijd bellen. Maar is het iets voor jou? Nee, ik vind niet dat ik geschikt ben. Waarom vind je dat je niet geschikt bent? Het is niet echt mijn ding, man. En ik heb je gezegd, je hebt dus landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee, ICT, zorg, je hebt zoveel. Dus ik heb heel veel respect voor sowieso, voor wat ze doen. En dat zeg ik, kunnen zorgen dat wij veilig zijn, dat we gewoon kunnen rondlopen, veilig zijn van aanslagen en dat soort dingen, weet je. Dus daar heb ik echt respect voor, gewoon, weet je, meet je gewoon. Sowieso, man. En wat voor opleiding doe jij nu zelf? Ik doe niveau 4, hoofdvenieropleiding. Ja, maar bij Defensie heb je ook de genie. Ja. Waar ze onder andere bruggen bouwen, kampen bouwen, veel in het buitenland zijn. Zou wel kunnen, inderdaad. Nou, dus daar is wel een beetje een match. En misschien ben jij dus wel geschikt voor de genie. Dat zou kunnen, inderdaad. Misschien wel. En wat voor werk doe je zelf? Ik ben zelf gewoon. Ik werk voor mezelf, maar merchandise, man. Dat is wat ik doe. Merchandise voor de Defensie, wie weet. Voor de Defensie. Ja, waarom niet? Het is me vandaag opgevallen dat heel veel mensen wel over Defensie hebben nagedacht, maar dat ze niet eens wisten dat ze hun eigen interesse toe kunnen passen bij een functie, bij Defensie. Vond jij dit filmpje nou leuk? Like deze video, abonneer je natuurlijk op het kanaal van Werken bij Defensie. Laat in de reacties weten welke functie jij zou willen bekleden binnen Defensie. En dan zie ik je gewoon bij de volgende straatvragen. Tot de volgende keer.